الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. De intentie was om gedurende deze maand een aantal onderwerpen te behandelen en te bespreken die voor de gelovigen heel belangrijk zijn. Met name als het gaat om de relatie tussen de persoon, tussen de individu en zijn schepper. Hoe je je iman kunt versterken, hoe je de verandering kunt realiseren, hoe jij berouw kunt tonen om het maximale uit jezelf en uit jouw leven te halen. Maar gezien de ontwikkelingen om ons heen, waar we niet omheen kunnen, gezien de noodzaak ervan, ben ik persoonlijk ook genoodzaakt om dit onderwerp te belichten. Om hier even bij stil te staan, zodat wij als individuen, als moslims, als gelovigen, maar in de eerste instantie als mensen een positie gaan innemen. En op een goede manier kunnen bijdragen aan het oplossen van het probleem. Jullie hebben allemaal de beelden gezien van de bezetter die in Al-Aqsa, in een heilige moskee, de moskeegangers aanvalt. De moskeegangers onderdrukt. De moskeegangers die op dat moment bezig waren met een aanbieding, met een ritueel die hen dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala brengt. En dat de bezetter juist op dat moment, in deze gezegende maand, ervoor kiest om gelovigen aan te vallen. Om ze te doden, om ze gevangen te nemen en om alle vormen van geweld te gebruiken. En daarom is het heel belangrijk om dat te bespreken. Wat gebeurt er nou en hoe kunnen wij als gelovigen op een goede manier daaraan bijdragen? Want als we het hebben over Al-Aqsa, geliefde broeders en zusters, dan hebben we het niet over een Palestijnse zaak. En dat moet heel duidelijk zijn. Sterker nog, wanneer we het hebben over welke vorm van onrecht dan ook, dan moeten we ons realiseren dat we het niet hebben over onrecht jegens een bepaalde persoon of jegens een groep mensen. Op het moment dat we het hebben over onrecht, op het moment dat we het hebben over geweld, over discriminatie, over uitsluiting, of welke vorm van slechte daden dan ook, dan moeten we ons realiseren dat we het hier hebben over mensen. Over zaken die wij als mensen, alvorens wij gelovigen zijn, als mensen op geen enkele manier dienen te tolereren. Op het moment dat de ander wordt aangedaan, dan staan we daar om het tegen te houden. En dit is een vorm van geweld. Dus Al-Aqsa is geen Palestijnse zaak. Al-Aqsa is in de eerste instantie een menselijke zaak. Iets wat alle mensen aangaat. Want onrecht dient op geen enkele manier geaccepteerd, nog getolereerd te worden. En in het bijzonder voor ons als gelovigen. Want Al-Aqsa is nauw verbonden met ons geloof. Al-Aqsa als moskee, als omgeving, zoals de Koran deze beschrijft, is een onderdeel van onze dien. Is een onderdeel van ons geloof. Allah Azza wa Jalla zegt daarover in de Koran: Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: geprezen, verheven is hij die zijn dienaar een reis liet maken van de heilige plaats. En dat is al-masjid al-haram in Mekka. Naar de verre moskee. Al-Masjid al-Aqsa is ook de letterlijke betekenis daarvan. Is de verre moskee. Want in die tijd was de verste moskee was Al-Aqsa. En daarom wordt hij ook zo genoemd. Al-Masjid al-Aqsa. Alladhi barakna hawlahu. De moskee van wie wij de omgeving, dus in zijn totaliteit, hebben gezegend. Dus alles wat daar gebeurt, gaat ons aan. Niet alleen omdat het over mensen gaat, niet alleen maar omdat het over onrecht gaat, omdat het over welke vormen van geweld dan ook gaat, maar het gaat ook over een onderdeel van onze dien. Al-Aqsa is een symbool van de islam. Iets waar de Koran duidelijk over spreekt. Sterker nog, de Allah Azzawajalla heeft die specifieke plek gekozen om de hemelreis van de profeet sallallahu alayhi wa sallam te laten meemaken. Dus het is heel belangrijk om dat te beseffen. Op het moment dat je iets doet, dat je bijdraagt op welke manier dan ook, dan draag je niet bij aan iets wat van de Palestijnen is, maar je draagt bij aan iets wat van jou is als gelovige. Wat van jou is als moslim. De profeet sallallahu alayhi wa sallam legt een extra nadruk op het feit dat Al-Aqsa niet zomaar een moskee is. Maar hij trok het in lijn met de twee grootste en belangrijkste moskeeën in de islam. De eerste moskee is al-Masjid al-Haram.
En de tweede moskee is de Masjid al-Nabawi in Medina. En de derde moskee, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, is de Masjid al-Aqsa. Hij zegt daarover, la tushaddu ar-rihal. Je hoeft niet op een reis te gaan om specifiek daar te bidden. Dus met andere woorden, je verlaat een moskee voor een andere moskee. De profeet zegt, doe dat niet behalve in drie gevallen. Wanneer je naar Mekka afreist om daar te bidden, want de waarde van gebeden daar zijn vele malen waardevoller dan gebeden elders. De tweede moskee is Al-Madina en de derde moskee is Al-Aqsa. In een andere overlevering zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat één gebed in de moskee Al-Aqsa, vergelijkbaar is met 500 gebeden. En er zijn zelfs andere overleveringen die veel meer waarde van deze moskee benadrukken. Dus deze moskee, geliefde broeders en zusters, en alles eromheen, al die grondgebieden zoals de Koran beschrijft in Surat al-Isra, الذي باركنا حوله, die hele omgeving is gezegend. Is gezegend met wat, zou je je kunnen afvragen? Is gezegend met het feit dat de meeste profeten die plekken hebben bezocht. Gezegend met het feit dat de openbaring daar heeft plaatsgevonden. Gezegend met het feit dat het eerste gebedsrichting was voor de profeten daarvoor. En zelfs voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam en voor ons als umma. De umma, de profeet en de metgezellen baden meer dan 17 maanden richting Al-Aqsa. Daarna is het veranderd en de gebedsrichting is Mekka geworden. Dus dit laat zien, geliefde broeders en zusters, dat dit niet zomaar een omgeving is. Het is ook gezegend met de mensen die daar wonen. Het is gezegend met de vruchten die plek geven. En daarom is het belangrijk, geliefde broeders en zusters, om dit heel serieus te nemen, om daarover na te denken. En vooral om een onderdeel te zijn van de oplossing en niet van het probleem. De vraag die heel vaak wordt gesteld, hoe kunnen we dan bijdragen aan deze overwinning? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onrecht wat daar plaatsvindt gaat stoppen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we weer meer vrede gaan stichten en die gaan verspreiden? Dat mensen in harmonie en in vrede met elkaar zouden kunnen leven. Het eerste waar ik mee wil beginnen, en ik wil het opsommen. We hebben natuurlijk niet voldoende tijd om alles uitgebreid te behandelen, maar de taak van iedere individu om dat mee te nemen. Om hierover na te denken, om hierover te reflecteren, zodat wij als gemeenschap, als groep vooruit kunnen komen, als mensen in de eerste instantie vooruit kunnen komen. Want de toestand van een umma zal niet veranderen totdat wij onszelf hebben veranderd, totdat wij zelf als individuen erin slagen om vooruit te komen. En daarom is het eerste punt het innerlijke reinigen. Jouw band met Allah herstellen, berouw tonen. Bewust zijn van jouw taak hier op aarde. En die op de juiste wijze vervullen. Wees eerlijk, rechtvaardig ten opzichte van jezelf in de eerste instantie. Doe jezelf geen onrecht aan, op welke manier dan ook. Doe jezelf geen onrecht aan door van Allah verwijderd te worden. Doe jezelf geen onrecht aan door gebeden, door verplichtingen los te laten. Doe jezelf geen onrecht aan door je werk, je studie niet op de juiste wijze te verrichten, want dat is jouw taak als gelovige en dat is jouw taak als moslim. Je dient het maximale uit jezelf te halen. Allah azza wa jalla zegt over Ghazwat Uhud. Ghazwat Uhud is bekend voor degenen die het niet kennen. Ghazwat Uhud, daar had een groep metgezellen de opdrachten van de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet expliciet en niet nauwkeurig uitgevoerd. De profeet zei, blijf daar op een heuveltje. En nadat ze zagen dat de gelovigen aan het overwinnen waren, hebben ze daar afstand van genomen en zijn zij achter de rest aangegaan. En dat was de aanleiding om de strijd te verliezen. Dit laat zien, geliefde broeders en zusters, dat wij standvastig moeten blijven. Dat we moeten vasthouden aan datgene wat Allah azza wa jalla ons heeft opgedragen. In tegenstelling tot Ghazwat Badr. Met minder moeite, met minder mankracht hebben ze de overwinning weten te realiseren. Waarom? Omdat ze standvastig waren. Het tweede punt is ons vasthouden aan de Koran. De Koran is de leiding. De Koran is datgene wat ons samenbrengt. Allah azza wa jalla zegt in de Koran, wa'tasimu bihablillah, hou allen vast aan Allah's touw en splits niet op. Ik vind het opmerkelijk op het moment dat wij zien wat er in de wereld gebeurt en dat er sommigen nog steeds bezig zijn met elkaar. Die heeft die fout gemaakt. Die heeft die zonde gedaan. Die heeft dat gedaan. Laat mensen met rust en focus op het algemene doel.
Laat elkaar met rust en probeer in die eerste instantie in jezelf te werken. Want op het moment dat je erin slaagt om dat te realiseren, dan slaag je erin om de umma vooruit te laten komen. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. De Koran is de leiding. Allah azza wa jalla zegt in de Koran, inna hadhal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Leid tot de top. Op het moment dat je de top wilt bereiken als individu, als gezin, als gemeenschap, als umma, dan dien jij je vast te houden aan de Koran. Derde punt, geliefde broeders en zusters, is dat wij elkaar dienen te adviseren op een goede manier. Dat we elkaar dienen aan te vullen waar de ander te zwak voor is, dient de ander hem aan te vullen. Niet te bekritiseren, niet met de grond gelijk te maken. Loop op diegene af en probeer hem bij te staan in datgene wat hij nodig heeft. Als dat financieel is, dan sta je diegene financieel bij. Als dat advies is, dan geef je op een zachtaardige manier advies. Heeft diegene begeleiding nodig, bied de juiste begeleiding. Heeft diegene luisterende oor nodig, doe dat. Want dat is jouw bijdrage. Dat is wat je kan doen om de umma vooruit te helpen. Een vijfde punt, geliefde broeders en zusters, is dat wij ook daadwerkelijk iets dienen bij te dragen. Financieel. Er zijn mensen die nu in armoede daar leven. Er zijn mensen die alle vormen van hulp nodig hebben. Zoek een liefdadigheidsorganisatie en draag bij. Niet alleen maar met de intentie dat jij een persoon of een gezin helpt, maar je draagt bij aan een betere toestand van de umma. Laten we massaal ook daadwerkelijk steunen. En doe het vooral met erkende organisaties. Niet individuen. Niet zomaar iemand die je online tegenkomt. Maar erkende organisaties waarvan je weet dat dat geld op een goede manier bij de juiste personen zal aankomen. Want dat is ook een vorm van hulp. Bel iemand op. Bel iemand op daar. En vraag even hoe het gaat. Bied een luisterende oor. Geef aan dat je aan hun kant staat. Die mogelijkheden zijn er. Onderzoek dat. Vertel ze dat wij één umma zijn. Dat wij elkaar helpen. Want deze emotionele steun is ook keihard. Maar dan ook keihard nodig. Op het moment dat we helemaal niks kunnen ondernemen. We zijn financieel niet in staat om iets te doen. We kunnen niemand daar bereiken. Dan is het op zijn minst de zorg dragen. Dat je ermee gaat leven. Dat jij je handen gaat opheffen en Allah azza wa jalla gaat vragen om de toestand te verbeteren. Om onrecht op welke manier dan ook te laten verwijderen. Schrijf iets op. Schrijf een column. Deel het. Bespreek dat. Op werk, op school. Maak daar een serieus onderwerp van. Want het gaat hier nogmaals niet om onrecht jegens een persoon of een individu of een groep mensen. Het gaat om onrecht jegens de mensheid. En het laatste waar ik mee wil afsluiten, geliefde broeders en zusters, is ontwikkelen. Als wij willen zien dat de umma hogerop komt, dan moeten wij ons gaan ontwikkelen. Maak je studie af. Ga niet op straat heel de dag lopen hangen en langs social media scrollen. Want dat gaat jou als persoon niet vooruit helpen. Dat gaat de mensheid ook niet vooruit helpen. Op het moment dat je de hele dag bezig bent met nutteloze zaken, hoe wil je dat de umma vooruit gaat komen? Ga studeren. Maak je studie af. Werk je ergens, doe je werk op de allerbeste wijze. Ga geen uren declareren waar jij geen recht op hebt. Maar probeer het goede voorbeeld te geven. Wees een lopende Koran. Wees een lopende Koran. Wees een islam, niet een moslim. Wees een islam op twee benen. Want de mensen op het moment dat ze zien dat jij bepaald gedrag vertoont, dan gaan ze dat automatisch koppelen aan. En jouw geloof, die jouw dynamo is, die jouw drijfveer is, die jouw kracht is, die van binnenuit komt, waardoor jij veel betere daden onderneemt. Ontwikkel jezelf. Ontwikkel jezelf als persoon. Ontwikkel als gezin, ontwikkel als familie, ontwikkel als gemeenschap, ontwikkel als umma. En als we erin slagen om als umma te ontwikkelen, kunnen we ook als mensheid ontwikkelen en onrecht op welke manier dan ook bestrijden. Ik vraag Allah azza wa jalla om onze broeders en zusters in Filistijn, in Palestina bij te staan. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala hen van kracht en wijsheid voorzien. Mocht Allah azza wa jalla hen van deze onderdrukking, mocht Allah subhanahu wa ta'ala hen hiervan verlossen. Mocht Allah azza wa jalla hem bijstaan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Nuqta akhira. Yani unabbihu laha. Yanbaghi an nuqati'a jami'a ma yasduru an Israël. Een belangrijke punt. Wij moeten alles als gelovigen, alles, maar dan ook alles boycotten wat van de onderdrukkers komt. Wij moeten op geen enkele manier bijdragen. Er worden dadels verkocht op de Nederlandse supermarkten. En gelovigen, moslims, kopen die massaal.
Iedereen denkt bij zichzelf, het zijn maar een paar dateltjes. Het is maar een half kilo. Het is maar een kilootje. Het is maar 2 euro. Wat gaat 2 euro doen? Geloof me, elke cent telt. Elke euro draagt bij aan de onderdrukking van onze broeders en zusters in Palestina. Dat is een statement die we willen maken. En dat gaan we inshallah ta'ala ook massaal doen. Laten we dat met elkaar delen. Dit doen we op zijn minst niet. Dat is het minimale wat wij kunnen doen en wat wij kunnen ondernemen. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما واجرنا اللهم من النار بعفوك وادخلنا الجنه برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواني المستضعفين في الأقصى، اللهم كن معهم في غزة، اللهم كن معهم في فلسطين، وكن معهم في الشام، وكن معهم في كل بقاع الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم عليك بالظلمة المعتدين، اللهم عليك بالظلمة المعتدين، اللهم عليك بالظلمة المعتدين يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. إخوة كثر يطلبون منكم الدعاء، أم تطلب الدعاء لابنتها مريضة، أسأل الله عز وجل أن يشفيها. اللهم عجل بشفائها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يترك ألما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.